Dan is het nu tijd voor het ei van Columbus. Is Jo er ook? Jij is ook. Oké, attentie, camera iedereen. Op de vloer, allemaal klaar voor dat. Nee, ik doe het allemaal zelf al, Loes. Ik doe het allemaal zelf al, ja. Ik kan het alleen ook. Oh. Kom maar. Goedenavond, daar zien we weer. Maar, de rug. Dat is de kleine schoentjes, goed. Dan zien we weer een nieuwe aflevering van het ei van Columbus. We hebben weer prachtige uitvindingen voor u gevonden. En natuurlijk hebben we ook weer een zeer deskundige jury. In ieder geval de ene helft. En hier is Frits Bom. Frits, geweldig dat je iedere keer toch weer komt. Er weer en vindt het ongelooflijk. En natuurlijk zo zit ze weer van de Spaarlamp bij de VVU-show. Viola. Ja, we gaan gelijk maar beginnen. Leek mij het beste, waarom niet? Maar zullen we op wachten. De eerste uitvinding, en dat is van de heer E.W. Borkent. En hij komt uit Hengelo, dames en heren. Ja, zeker. Ach, kijk, nou nog even, dan komen de oliebollen al binnen. U bent misschien een beetje vroeg met de oliebollen. Met, het is een oude jaar. Het is oude jaar al. Het is 12 uur geweest. Hup, gelukkig nieuwjaar allemaal. Geef elkaar een hand, jongens. Maar de Frits ook, hè. De allerbeste, hopen dat het beter met je gaat, hè. Komend jaar, hè, Viool. Geweldig, wat een heerlijk moment. We gaan gewoon door, hoor. Vuurwerk, laat maar gaan. Hier zijn de oliebollen. Het heb gesneeuwd maar... buiten. Kijk eens even, wat een witte boel. Maar de oliebollen, die hebben iets te maken met mijn uitvinding. Oh. Verkeerd gewoon weer, verkeerd ingelicht. Ze hebben iets met de uitvinding te maken. Kunt u ons daar iets meer over vertellen? Ja, werkt u bij de spoorwegen? U ziet er een beetje uit als een spoor. Als een ding. Het is namelijk zo dat ik de machine heb meegebracht. Wie heb je meegebracht? De machine, de oliebollen volautomaat. De oliebollen volautomaat? Ja. Wat is een oliebollen volautomaat? Dat is een machine die een 700 oliebollen per uur kan produceren. 700 oliebollen in een uur? En dan kunnen we opvoeren tot 2100. Zo de eer! 2100 oliebollen, oh, dat heb je ze wel gezien, hè? Dit zijn, die heeft u er al mee gemaakt. En de machine heeft u daar staan, hè? Want daar hebben we de hele dag al plezier van. we kunnen even daar gaan kijken. Lopen jullie mee? Want ik heb zo gelezen. Ja, het is daar aan de zijkant. Voorzichtig, Frits. Gaat het viool? Even hier trappetje, dat is een link trappetje, hoor. Kijk even uit. Oh, ik help je wel, viool. Oeh, daar gaat hij al. Ja. Moet ik Frits hebben? Oh, Frits hoef ik niet te hebben. Oké, dan gaan we even naar de oliebolmachine. Oh, daar staat hij, zeg. Zo, dat is een flink apparaat wat u hier hebt staan, hè. Ongelooflijk, zeg. Gaat u hier, loopt u even door daar. Dan kunnen we even hier dichterbij. Komt er mee, jongens, want dat is interessant. Oh, daar liggen ze al te spetteren, zeg. Dat is een geweldige uitvinding, hè. Nou, fantastisch. Is dat ongelooflijk. En hoe werkt dat nou? Wat is een hele professionele handel? Nou, dit is een machine die dus hier het deeg, hier vul je het met deeg. Ja. Hier vallen ze in. En naarmate het bakproces vordert, gaan ze dus automatisch, worden ze doorgevoerd. Ongelooflijk. Aan die zijde. Daar gaat het deeg erin, maakt een balletje, gaat er doorheen en daar vallen ze er weer uit. Hè? Ja. Je hoeft alleen maar poedersuiker op te doen, meer heb je niet nodig. Dat is hij weer. Het kan het wel. Kom dan niet met je. Een hele smaak is interessant, Fionn. Heb jij wat te vragen dan? Kan het ook voor appelflappen? Nee, dat kan niet. Hij is uitsluitend voor oliebal. Ja. Maar pas de lijn, op zich, de baklijn, kan je dus wel gebruiken voor appelflappen. De baklijn? Ja, maar dan gaat de dosering richting eraf. Oh, dus kan ook voor appelflappen? Ja. Oh, dan hang ik hem weer op. Kan ook voor appelflappen. Volgende keer beter, Nee, maar dat past toch helemaal niet in de normale keuken, hoor? Dat kan niet, ja. Nee, het is ook niet voor de normale keuken bedoeld. Het is dus zuiver bedoeld voor de wat grotere productiebedrijven... die zich met name specialiseren op de bakken van oliebollen. Ja. Maar zijn ze net zo lekker als zelfgemaakte... Nou, dat wil ik u graag even tonen. Frits. Hou je maar oliebollen, Frits. Ja, we hebben ook oliebollen. Ik moet dus zeggen, we hebben nu een aantal uitvindingen gezien die hele periode. En er is nu voor het eerst... dat ik zeg, nou, dit is echt serieus. Dat is echt een ongelooflijk leuke uitvinding. Ja, maar ik vraag me af, wat zijn de kosten? Iemand die een oliebollen volgt.
De oliebollen kunnen dus in dit apparaat geproduceerd. Ook de totale kostprijs iets drukken, omdat men grotere partijen kan produceren. Heb je ook al supermarkten daarvoor gevonden die dat willen afnemen? Nee, daar ga ik dus nu wel mee bezig om de supermarkten, warenhuizen en dat soort zaken te benaderen. Toch denk je, want je koopt die oliebollen in supermarkten. Is dit nou echt het eerste apparaat dat het automatisch produceert? Ja, absoluut het eerste apparaat. Ja. Het is knap, het is echt leuk. Alles al. We wel graag naar de derde, want ik ga de volgende uitvinding voor u aankondigen. Automatisch we zien u zo bij de uitslag van de jury.